desire, 'cause he wants to take you home. Don't talk to the liar, don't talk to desire. Or did you come for your fall? Don't talk to the liar, don't talk to desire. Radio 2 Bene Bene. 2 uur lang de beste muziek van bij ons. Jongens, wij zijn voor eeuwig. Radio 2. Dat
kun je als een artiest natuurlijk alleen maar hopen, hè, dat je voor eeuwig bent. Ik ga van De Jongens naar Één Jongen en Één Meisje. Justin De Grijze. De Grieze, daar zijn we nog niet helemaal over uit. De Grijze, ja. De Grijze dan, oké. En Alessia Robijns. Jij hebt nog geen artiestennaam, Justin. Alessia is Alijze geworden. Alijze, zeer, zeer welkom allebei. Mag ik even vragen, bij elkaar opgeteld, hoe oud jullie zijn? Oh, ik ben echt slecht in wiskunde nu. Wacht, jij bent? 16. 16 plus 19. 19 is 26 plus 9 is 35. Ja. 35. Het is gelukkig morgen examen Frans. Oh ja, mondeling. Mondeling van Frans. Zeg, je zo'n stresserende maand, zo'n stresserende weken. Maar jij zit dan, Justine, in het... Ik zit in het vierde middelbaar. Het vierde middelbaar. Oh, ja. En jij studeert verder? Yes, ik studeer verder in Leuven. Ja. Dat zijn spannende dagen, hè, voor jullie. Ja, bijna examen. Ja. Volop in de blok, maar ik zit hier toch wel in de grootste radio van België. Yes! Zeer goed bezig. Jullie zijn hier ja, eigenlijk wel en ook weer niet als duo. Het is niet zo dat Justin en Alijze dat een duo is. Het is een soort van gelegenheidssamenwerking. Ja. Wiens idee was dat? Dat is eigenlijk vanuit ons label Starsky gekomen. Maar ja. Wij kenden elkaar, we hadden elkaar al ontmoet daarvoor. Maar ja, dus dat was echt een top idee van ons label, want we hebben een schijf gemaakt. Ja, ja. Een schijf gemaakt. Zegt de jeugd dat nog zo? We hebben een schijf gemaakt. We hebben een schijf gemaakt. Oké. Okay. Jullie hebben in elk geval een aantal dingen gemeen. The Voice bijvoorbeeld. Ah ja, klopt inderdaad. Ja. In het geval van Justin, The Voice Kids. Ja, The Voice Kids. Bij jou was het gewoon The Voice? Ja, The Voice van Vlaanderen. Oké, okay, jullie spelen ook allebei een instrument? Ja, ik speel piano en een beetje gitaar. Ja? Ik heb lang gitaar gespeeld en nu is dat zo een hobby gewoon geworden. Ja. Jullie doen daar ook heel bescheiden over, vind ik, over dat instrument spelen. Jullie zingen allebei liever dan te praten, klopt dat? Ja, ik ben echt slecht in praten. En hoe komt dat? Ik weet niet, ik weet nooit wat ik moet zeggen, maar... Ja, ik schrijf ook wel meestal mijn gevoelens in liedjes. Ja. Is dat bij jou ook zo, Alijze? Dat weet ik ook zeker. Ja? Dat is echt zo'n uitlaatklep. Zo, die liedjes dat je schrijft, die teksten. Ja. Jullie zijn ook allebei perfectionistisch? Ja, ik toch wel, ja. Perfectionistisch qua muziek zou ik wel zeggen, maar ik ben wel een chaot in het leven. Dat is iets anders. Ja. Dat mag eens, zeg op jullie leeftijd alsjeblieft. Wie heeft de meeste YouTube views? Dat is een gemene vraag, hè? Daar weten we het antwoord wel op, hè, Justin? Ja. Hij is wel vrij... Niet bescheiden zijn nu, maar hij is wel echt vrij bekend. Aan hoeveel views zit jij, zeg het eerlijk? Zo mijn blind audition is denk ik 50 miljoen. Keer bekeken, denk ik. Ja, daar valt mijn mond dus wel van open. Hè. Die van jou ook, neem ik aan. 50 miljoen keer bekeken over de hele wereld. Het is meer als de inwoners van België. Ja, en toen was jij 14 jaar. Mm-hmm. En toen kwam corona en heb jij dat hele momentum niet kunnen grijpen, want heb je eigenlijk 2 jaar niks kunnen doen. Nee, dat is echt jammer. Dat is balen als een stekker, hè, man. Ja. Het was jouw moeder die jou heeft ingeschreven. Ja. Ben jij daar dankbaar voor? Ja, toch wel. Want... Ik wou wel altijd meedoen met The Voice Kids, maar ik durfde mij nooit inschrijven. En dan heeft mijn mama mij dan zo ingeschreven. En dan heb je het mooie ervaring kunnen meemaken. En daar ben ik toch wel dankbaar voor. Ja, we zijn er allemaal dankbaar voor. Ik ben zo blij dat jullie hier zitten. Want Justin, jij kwam als eerste toe en jij zei... Stress niet echt, misschien een beetje gezonde stress. Want het is al heel lang geleden, door die corona, dat wij nog eens iets live hebben kunnen doen. Mm, ja. En dat is gewoon, dan spreek je echt bijna over 2 jaar. Ja, zoiets, ja. Ben je dan bang om dingen af te leren of is dat gevaar er niet? Maar thuis zing ik toch wel vaak. En daar hou ik dan ook wel een mini optreden. Ja. Oké, dat is goed. Die schijf, over jullie spreken, dat is Dark Delight. En jullie zijn er allebei super, super blij mee. Waarover gaat die, Alijze? Dark Delight, de titel zegt het zo wat. Als je het vertelt, is het zo wat donker genot. Het is eigenlijk zo een situatie die, waar je van geniet, maar dat eigenlijk niet goed voor je is. Het is zo een situatie tussen 2 mensen dat een beetje toxic is, zeg maar. Ja, ja. Zeggen zij alsof ze al 100 jaar levenservaring hebben. Maar ze begrijpen waarover het gaat. Wat brengt de zomer? Weet jullie dat al? Ja, ik hoop nog meer liedjes maken. Ja. Ja, ik heb ook wel al een paar nummers klaarstaan. Dus die gaan hopelijk in de zomer ook te luisteren. Ja, ik hoop het ook. Jullie hebben daar net gesoundcheckt. Onze technicus is speciaal nadien deze studio binnengewandeld om te zeggen... Deze twee,
abnormaal. Dat bedoelde hij dus alleen maar echt in overtreffendste trap van goed. Hè? Dus ik stel voor dat jullie naar het podium gaan. Yes. En dat jullie ons allemaal met verstomming slaan. Justine de Grijzen en Alijze, veel succes. Dankjewel. Ja, live muziek dadelijk van twee jonge toptalenten. Eerst live muziek van Axel Red. Zij eerde op de Eergalerij producer Wouter van Bellen. Over wie ze van tevoren grappend zei: superkerel in de grond, maar je moet hem erin krijgen, hè?